En dan is het nu tijd voor de sport. Het wielrennen staat deze winter bol van verhalen over rotte appels en de dopingjacht. Maar ook in moeilijke tijden jagen talenten hun dromen na. Ze willen naar het profpeloton, ook al wordt die wereld door velen verafschuwd. Morena Hofland uit Roosendaal en Mark Goos uit Dorst is het gelukt. Zij debuteren in de profploeg die tot het einde van het jaar nog de naam van Rabobank draagt. Job van der Zon bracht de duo samen op een kruispunt in de wielerhistorie. Sporthuis Hubert in Sint-Willebrocht. Je begint gewoon vanaf nul en dan kijk ik wel zin in gewoon weer vanaf onderaan beginnen en alles nog leren en ja, gewoon een beetje onwetend de nieuwe wereld ingaan. Ik denk een explosieve renner die wel een mandje kan staan in de klassiekers, de heuvelachtige met kasseien. Een beetje allround denk ik. Ik heb niet echt een renner met wie ik mij kan vergelijken. Als je echt naar specialiteiten kijkt, dan kom je aan de buurt bij Kruiswijk denk ik. Kijk, bij de belofte heb ik altijd goed kunnen klimmen en tijdrijden, maar dan moet straks ook weer blijken of dat bij de pros ook weer zo is. Ze zijn de volgende in een lange traditie. Groot geworden op het asfalt van West-Brabant, goedgekeurd om het profpeloton te bestormen. Mark Goos, Morena Hofland, verschillende renners, verschillende karakters, maar dezelfde droom die uitkwam toen Rabo ze overhevelde naar de profploeg. Al werd dat opgevolgd door het nieuws dat Rabobank zich terugtrok. Ja, toen dacht ik eerst van shit. Het instapmoment vlak na het verschijnen van het rapport over Armstrong is moeilijk. Als je naar de top 10 kijkt van sommige Tour de France, daar zitten er heel veel bij die gebruikt hebben. Dan ga je een beetje twijfelen aan je eigen sport. Want, ga maar na, deze generatie pikte het fietsen op eind jaren 90. Zij leerde het wielrennen kennen in een tijd dat één man alles dicteerde. Echte helden had ik niet. Ik had nooit echt een idool. Maar ik was altijd wel bewonderaar van Armstrong. Tot een maand geleden dus. Toen heb ik alle posters van de muur gehaald. En dan nu achteraf, dan blaast hij gewoon iedereen. Dat is gewoon best wel frustrerend. Want je gelooft in zo iemand en daardoor ben je gaan fietsen. En wil dat ook bereiken, maar dan eigenlijk, ja. Die kan niet beschrijven hoe het voelt. Gewoon echt heel erg rot hoe hij eigenlijk gewoon blaast heeft. Ja, dan zou ik heel cynisch kunnen zijn en kunnen zeggen, dat is dan de wereld waar je in stapt. Ja, inderdaad. Maar ja, ik heb het ook nog nooit meegemaakt. Bij de belofte, bij de junior, dat iemand iets gebruikt of ik heb het nog nooit gezien. Dus ik kan me eigenlijk niet meer voorstellen hoe dat aan toe zou gaan. Ben je er bang voor? Ik kan het me voorstellen. Ja, ik ben natuurlijk wel bang voor dat. Misschien is het wel iets nieuws. En gebruikt misschien heel veel mensen nog. Je weet het maar nooit natuurlijk. Hè? Want ja, van Amsterdam wist ook niemand. Dus dan ben ik eigenlijk wel bang voor dat iets nog altijd rond zwerft eigenlijk door het peloton. Het is door het verleden, hoort dat er gewoon bij, blijkbaar. Maar ja, we moeten de mensen natuurlijk weer zien te overtuigen dat het gewoon wel op een schone manier kan en ook gebeurt. Zo kampen ze met een dubbele last. Ze willen zich bewijzen als prof, maar ineens zijn ze ook de hoop. Een nieuwe lichting, onschuldig, onwetend, af en toe ontwapenend. Ik was wel een koers. Ja. Ik ben benieuwd naar hij. Ja, natuurlijk, ik ben eerstejaars prof word ik en ik heb gewoon geen weet van doping, dus dat wil ik gewoon graag zo houden en ook gewoon laten zien dat het ook gewoon op een schone manier kan en dat de nieuwe generatie renners dat eigenlijk allemaal zo doen. Ja, ik wil gewoon laten zien dat ik in ieder geval gewoon klaar voor de overstap. Ik wil gewoon wel proberen gewoon mannetje te staan en gewoon peloton. En als ik kan een paar keer gewoon voor de overwinning mee proberen te doen. Ja, misschien niet in de grootste wedstrijden, maar als er wel wat wedstrijden zijn waar ik mijn kans kan gaan, dan wil ik zo gewoon gelijk pakken. Ja, ik zal veel ondersteunende rol hebben voor de kopmannen, de ronderenners. Maar daarnaast wil ik ook wel, ik zal hier nou ook mijn eigen kans krijgen en dan wil ik ook mijn eigen kans pakken natuurlijk. Je carrière begint nu. Als je nu één koers mag roepen, die wil ik ooit winnen, welke is het dan? Het wereldkampioenschap. Bij de profs dan. Ik zou het wel gewoon super speciaal vinden om heel jaar in die trui rond te mogen rijden. Hoogst haalbaar vind ik toch wel Tour de France. Het WK is natuurlijk ook schitterend of een hele mooie klassieker winnen. Zoals Luik of Lombardije of zo. Ze willen goede profs worden. Het woord goed heeft daarbij een dubbele betekenis. Mark Goos en Morena Hofland.